Daar is Stellingwerf. Ik heb samen met mijn ouders een melkveebedrijf hier in Koudum. We melken hier 180 koeien. We hebben ongeveer 110 hectare land. Zelf allemaal in de ronde bouw doen met de Fico Vaarsbeel. Daarnaast werk ik ook nog bij loonbedrijf Volgersma. Wij doen alles in de ronde balen, omdat het aan vierkante balen moet je toch altijd weer de touwen eruit trekken. En met een ronde baal, nu helemaal met de folierbinding, dan is het gewoon één handeling. Je snijdt hem zo in één keer open voor verwerking of in de mengwaren. Ja, we hebben nu 4 seizoenen gedraaid met de Fico Vaarsbeel. Op internet zag ik een filmpje voorbij komen van de Fico Vaarsbeel. Toen dacht ik, hey, dat is een mooie machine. Dat is net zoiets wat wij zoeken, zeg maar. Het is een machine dat je misschien van 2 pers naar 1 pers toe kunt. Je bent zo gewend aan het principe dat je eigenlijk gewoon altijd kunt doorrijden. Nee, ik zou niet weer teruggaan, zeker niet. Ja, als je voor de eerste keer met een Fico Vaarsbeel op pad bent, dan voelt dat fantastisch, want het is een prachtig mooie machine. Maar je moet echt één worden met de machine. Er gebeuren veel meer handelingen, zeg maar. Als je er een keer aan gewend bent, is het een fantastische machine. De Fico Vaarsbeel is een compacte machine. Dat is vooral op de kleinere percelen is het gewoon makkelijk. Je kunt kort te draaien op het kopeind. Als er achter op de pers ook nog een baal hebt, dan heb je minder wringing, spoorvorming in het land, zeg maar, qua draaien. En we zijn vorig jaar overgestapt ook op foliebinding. Met foliebinding moet je wel wat extra slagen om de baal heen doen, om stevig te houden. Met de traditionele stoppers, ja, dan moet je toch langer wachten. Met de Fico Vaarsbeel is het gewoon een voordeel dat je kunt doorrijden en ondertussen ben je de volgende balen al aan het persen. De balenkeer, dit is een redelijk eenvoudig concept. Het werkt wel heel goed. We zetten alle balen, die zetten wij op de kant. Als je nu een nat of een droog product hebt, het is geen probleem om hem op de kant te krijgen. Die werkt echt heel goed. Als de situatie optimaal is, dan kun je wel tussen de 60 en de 70 balen in het uur halen. Ten opzichte van het traditionele pers, dan was het toch tussen de 35 en de 40. En daar zit echt een grote tijdswinst. Wij draaien zelf meestal met de 13 messen erin. Dan heb je al een mooi kort gesneden product. De klanten ervaren het ook dat dit gesneden genoeg is. De klanten waar wij over het algemeen komen, zijn toch vaak de klanten die niet alles in de ronde baan doen. De eerste of tweede snede doen ze in een gewone rijkeul en vervolgens zijn wij in de beurt voor natuurland en sneden die daarna komen. Persen met een variabele kamer zijn hier een paar jaar geleden wel in de buurt geweest. Als de dagen korter werden en je kwam in september, oktober, dan konden ze met een variabele perskamer konden ze helemaal niet meer uit de voeten. Collega loonwerkers die vragen ook wel eens waarom heb je voor de Fico Vaarsbeel gekozen. Je behaalt een grotere capaciteit en je ervaart rust. Het is echt een heel mooi concept. De machine ziet er wel complex uit. Ik zeg dan, ik ervaar het niet zo. In het begin moet je er aan wennen, maar als je eraan gewend bent, dan valt het reuze mee hoe complex de machine is. Wij hebben de Fico Vaarsbeel in onderhoud bij firma De Wolf. Wij ervaren dit als een zeer prettige dealer. Als er een keer een storing is, dan kan ik met een jongen bellen. Die kan me eigenlijk altijd helpen. Met deze terminal heb je een gesplitst scherm. Bovenin heb je de camera en onderin heb je het werkscherm van de pers. Zo kun je toch in één oogopslag kun je 2 dingen in de gaten houden. Nu met de foliebinding om mijn baal heb je dan maar 1 afvalproduct. Je kunt het zo makkelijk opensnijden. Is efficiënt qua tijd. Je hebt niet meer dat het net verstrikt zit in het pak. Sinds dat we de foliebinding op de pers hebben, hebben we de netbinding nooit meer gebruikt. Zien we eigenlijk ook nooit meer een kleine schimmelvlekje op een ronde baan voorheen. Met netbinding hadden we dat dan wel, dat je dan wel een klein beetje schil in. Nu met de foliebinding is dat echt helemaal 100% goed. Daar zijn we heel blij mee. We hebben hier zo'n mooi product liggen, ervaren wij het als elk pakje is een gebakje. My way of farming.